kan ik u helpen? We zijn blij dat deze dag plaats gaat vinden. Alles loopt op rolletjes op dit moment. Ik ben heel blij met alle hele enthousiaste mensen die hebben meegeholpen. En dat geldt voor collega's, maar dat geldt zeker ook voor de bedrijven die participeren. En de TU Delft. Nou, dit enthousiasme moet zeker een vervolg krijgen en leiden tot concrete resultaten. Ik heb er heel veel zin in. Van harte welkom. Vandaag gaat het congres Aerospace Meets Maritime beginnen in de gemeente Papendrecht in de regio Drechtstede. Prachtig congres waarin twee topsectoren elkaar gaan ontmoeten. En dat moet leiden tot rendement, tot werkgelegenheid, tot projecten, tot innovatie. En daar spelen we als gemeente graag een rol in. Ik wens u een heel fijn congres toe. Ik ben heel erg enthousiast over deze dag. Deze dag georganiseerd door de gemeente Papendrecht, die maritime en aerospace, de maritieme wereld en de luchtvaartwereld bij elkaar brengt. Beide natuurlijk aanwezig hier in de Drechtsteden. Maar ik ben met name zo enthousiast omdat waar ik steeds naar op zoek ben, zijn nieuwe ideeën, nieuwe impulsen. En ik weet zeker dat maritime een deel van die nieuwe ideeën, nieuwe impulsen voor mij kan gaan opleveren. En daarom doe ik hier heel graag aan mee en ben ik blij dat Papendrecht dit voor ons georganiseerd heeft. Nou, wat het mooie is van vandaag is dat we verschillende bedrijfssectoren, maritiem en aerospace, bij elkaar brengen. En op die manier kunnen we over de grenzen van ons eigen vakgebied heen kijken. En op die manier komen we tot nieuwe oplossingen. Dat is heel belangrijk voor onze concurrentiekracht. Dus ik verwacht dat er echt mooie dingen uit gaan komen vandaag. Wij zijn hier vandaag op het congres van Aerospace en Maritime. En wij zijn scholieren van het Wim Zwijg College en we hebben al heel veel geleerd. En het is heel interessant en straks mogen we ook zelf aan de slag gaan met wat we allemaal hebben gezien vandaag. Het is, we vinden het zeer leerzaam en ik kijk heel erg uit naar het vervolg van de dag. Ik verheug me er best wel op. Ja. Hallo, ik ben Maarten van de Lage Waard en ik vind het leuk om als scholier in contact te zijn nu weer met, via de Aerospace Meet Maritime met de bedrijven zoals Fokker en Boskalis. Al
Als dagvoorzitter van deze bijzondere dag ben ik er trots op dat we dit in Papendrecht voor elkaar hebben gekregen. Zoveel verschillende bedrijven en zo'n enthousiasme. En om te horen dat je Europees, wereldwijd zelfs, voorop loopt, dat geeft het gevoel van er gebeurt iets bijzonders vandaag. Prachtdag. Leren wat jij nog net noemde. Dus als we dat niet hadden, dan was er ook geen A380 geweest. Dat is echt een cruciaal product om zo'n modern vliegtuig te kunnen construeren. En wat ik heel mooi vind in deze regio, is dat je hier innovatiekracht ziet in twee sectoren, aerospace en maritime, die de afgelopen decennia eigenlijk zichzelf hebben moeten heruitvinden in deze regio. En ja, inspiratie zoals vanochtend en verbinding zoals vanmiddag. Ons was dit vooral bedoeld van kunnen wij nu vinden, waarom we dit starten, hè, van kunnen wij die meerwaarde met elkaar onderstrepen. En volgens mij is dat gelukt en hebben die sectoren echt iets met elkaar. Ben ik natuurlijk extra trots op dat dat plaatsvindt in deze regio waar dat allemaal samenkomt. Maar uiteindelijk doen de meesten van u het niet alleen voor de lol of allerlei filantropische gedachten daarachter, maar ook om rendement te maken. En als wij daar een bescheiden rol in hebben kunnen spelen en als onderdeel van die Triple Helix, dan is dat prima.